Ik heb in totaal 3 keer in gevangenis gezeten. 3 keer. Ik was toen 15. Ik had een bel, dus dat was eigenlijk mijn wapen. Een bel. En dan deed ik mensen beroven. Dat was echt een klote. Dat was echt het diepste gewoon. Ja, hoe ik dat zei. Je zit tussen junkies, die mensen die stinken, die mensen gebruiken. Dat zijn allemaal verslaafden. Ik zit daar tussen. Ik hoorde daar niet tussen. En eigenlijk dat was het. Voor de eerste keer zag ik dat ik echt hulp nodig had. Toen was ik de leerkracht die het metselen zou verzorgen. Maar goed, ik zeg, en dan kom je toch gewoon bij mij en dat is alles leuk, zegt hij me. Ja, jij meent wel dat je erg leuk bent, hè? Dus ja, goed, dat was mijn eerste kennismaking. Dag 1 op school was een ramp. Ik had geen zin eigenlijk om daar te zijn op dat moment. Hij heeft dat zo ver doorgedreven dat hij uiteindelijk... Dat men tegen hem gezegd heeft van nou, lijkt me verstandig dat je nu eens even naar huis gaat. Toen dacht ik, shit, weet je. Ja, dat gaat mijn kans echt. Toen zag ik echt alles weer voorbij flitsen, zeg maar. Ja, en toch ga ik met die leerling door. En toch laat ik hem niet vallen. Door goed naar hem te luisteren en die punten te ontdekken waar hij goed in is. En daarmee verder te gaan. Steen was 15 dik en de voeg was 12 mm dik. Die mensen geloofden in mij vanaf dag 1 dat ik daar op school was. En die hebben mij ook de kans gegeven om dat te kunnen doen, om mezelf te kunnen ontwikkelen. Ja, ik ben meer openlijk. Ik voel me blij. Ik ben happy. Ik ben, ondanks dat ik mijn kinderen niet elke dag kan zien, ben ik toch gelukkig. Het loopt allemaal soepeler.